Op die website kan ons ook aanbevelings stuur. Ons gaan hier so onder forms, gaan ons afskil heel onder by recommendations gaan ons klik. Hierso het ons dan ook al ons historiese aanbevelings wat al ooit geskep is, nadat hy gelaai het. So dis ook dan een gerieflike plek om enige ou aanbevelings te gaan soek. Ons kan die bo filter volgens kliënt ook, net om die kliënt se spesifieke aanbevelings te sien. Ons kan dan ook filter volgens die plaas om het te sien. So ons gaan nou een nieuwe ene skep, so ek gaan die bo sê add. Ons gaan dan sê, kies dan ons client, so waar is ons toetsdemo, waar is ons toetsdemo. Ons kies die plaas waar ons die aanbeveling wil maak en hier kan ons dan die aanbeveling ook een ander naam gee. Hebben we oké. Okay. Ons kies dan weer een deadline date, dus ons kan een specifieke datum of geen datum. Kom ons sê somme 5de. En hier kan ons nou begin producten bijzet of import van ons recipes. Ek gaan eers import van de recipe. Kom ons gaan sê ons sit hom op die drie blokke. Ons gaan ons toetsdemo recept import. Als ons toetsdemo, sê ok. En daar het nou ons recept gaan bijvoeg bij al drie blokke. Dat sien is al twee producten met hulle rechte dosisse. Hier kan ons dan op individuele blokken gaan producten bijzet. Deur hier so op een blauw plus te druk. So ek gaan sommer op blok 1 gaan ek plus druk. Skryf een bykie op, en ons kan ons product kies, ek gaan sommer roundup bysit, en het klaar laai. So, ons kies dan ons product, ons gaan dan sommer so vat die roundup. Classic. Ons het om teen 2 liter per hectare. Ons kan purpose en comments intik, wat ek nie gaan nie. Ons save hom dan. So nou sal net daar sal nou roundup net by blok A1 bygevoeg word. Maar as ons dan individuele product by al die blokke wil bysit, kan ons weer hier so op add ook druk, so daar is ons roundup daarby. Ons gaan nou product bysit op al die blokke, ons sê add daar so. Ons kies dan hier so, ons wil hom op al drie blokke sit. Ons kies die product, kom ons sit so my aquabuff. Omdat hy gelaai het, kies ons dan sy dosis, ons 36 per hectare of per 100 liter water. Ons save hom. En daar is ons aquabuff nou, sal nou by elke blok bygesit word, dan het laai. Daar is ons aquabuff nou by. Nou kan ons, as ons die spreivolume wil verander van die bespuiting, kan ons sommer net die boop spreivolume druk. Ons kan sê apply to all rows as ons wil, en ons maak hom dan 200. En daar het ons hele aanbeveling sy spreivolume nou gaan verander na 200 toe. Selfde kan ons ook doen met individuele producte sy withholding period. Ons kan op withholding period gaan. En ons kan dan save. Maar ek het nie een deadline gesit nie. Maar my deadline is nie in die future nie. Excuse, dat ek kom gauw. Ons het om die 5de Oktober. En dan save ons. Dan sê, en daar lees ons aanbeveling nou. Jy sal sien hierdie actions knop. Jy lees aanbeveling, hierdie actions knop. Ons het om kleren gemaakt. As hy rooi is, moet hy nog gesign word. Of foto's bygesit word, ons gaan hom nou eerst sign. So daar het ons ons signature geluid wat sommer klaar opgestel is op die website. Ek gaan sê ok. Nou as julle sien, die actions knop gaan nou geel raak. So dit beteken hy is gesign, hy is nog nie gestuur nie. So nou kan ons hom of preview of submit. So ons kan hom gou preview.
Hier is aanbeveling zoals het er gaan lijken als we hem uitstuur. Onder gee ons die totale. En ons kan dan gaan op actions, ons sê submit. En ons lijst van contacten voor die cliënt zal dan opkom. Ons kies dan aan wie ons hom wil stuur. En ons stuur die aanbeveling uit. Julle sal dan sien, as die aanbeveling gestuur is, sal die actions knop groen raak. Dit beteken dan hy is uit en hy is by die cliënt.